En een bericht laten. Achterlaten in de comments. Achterlaten in de comments. Ja. Nee, maar de tijd. Wil je een krukje? Nou. Oké. In 2016 is het park geopend. Dus zowel het park als de bungalows zijn zo goed als nieuw. We gaan vandaag naar een zeer luxe bungalow kijken. Een wellness vierpersoons bungalow. Als je voor de met hout beklede bungalow staat, zie je het direct. Dit is luxe ten top. We lopen snel naar binnen, waar we in de hal het toilet aantreffen en de deur naar de keuken. De keuken is hoogwaardig afgewerkt en er is voldoende ruimte. Enkele highlights zijn de kindveilige inductiekookplaat, de combi-magnetron, het Nespresso koffiezetapparaat en de koeker. De mooie ovale eetkamertafel staat tegenover de keuken en daaromheen staan vier donkere designerstoelen. We lopen de trap op en de eerste deur is het opslaghok, waar het kinderbedje staat en heel uitzonderlijk ook een was-droog combinatie. Links is de eerste slaapkamer waar de eenpersoonsbedden elk los tegen de muur staan. Verder staat er een hele fraaie kledingkast. Even verderop is de badkamer met het tweede toilet. Een eikenhouten badmeubel, een verlichte make-up spiegel en een lichtbad waar je ook in kan douchen. Als laatst bezoeken we de grote slaapkamer, welke een heerlijk bed heeft met twee persoons softtop matras die op de riante bokspring liggen. Verder kun je ook heerlijk in bed tv kijken. Terug beneden nemen we een kijkje in de mooie lichte woonkamer met gezellige zithoek, een flatscreen tv, houtkachel en radio dvd speler. Vanuit de woonkamer lopen via de openslaande deuren het terras op, welk mooi aan het water ligt. Relaxen en genieten van het mooie uitzicht kun je doen op de teakhouten lichtbedden en de vier standenstoelen. Ook kun je barbecuen op de Big Green Egg Barbecue. Zo, nu eerst even een korte pauze. Dan kunnen jullie ondertussen even onze mooie video liken en een berichtje achterlaten in de comments. Via het terras lopen we de wellnessruimte in, want een badkamer kun je het eigenlijk niet noemen. Wat een luxe en weldaad. Je vindt hier een dubbele wasbak, een inloopdouche, een Finse sauna met zonnehemel en als huzarenstukje een riant bubbelbad. Dat was het dan alweer, dames en heren. Druk op de abonneerknop onder mij om nog meer video's van Landal te zien. Tot ziens en tot de volgende video.